van Oudenalle van de lokale partij Mokomobiel 99. Waarom wij u willen benaderen is dat wij het er absoluut niet mee eens zijn wat wethouder Bakker en zijn ambtenaar hebben bedacht. Ze hebben bedacht dat van de 3000 wachtenden op een parkeervergunning die bekend zijn, waarvan 2000 bewoners, 500 van deze mensen in een parkeergarage in de Bijlmer zouden mogen staan aan 100 gulden per maand. Nou, dat lijkt misschien een oplossing, maar wij vinden het niet reëel. We vinden dat het uit oogpunt van veiligheid niet zou kunnen. Want stel, u zit op de Lindengracht en vanuit de Lindengracht zou u uw familie af moeten zetten. En u of uw vrouw, of als u geen partner hebt en u bent een vrouw alleen, u zou uw auto weg moeten zetten in de Bijlmermeer. Nou, behalve dat het de meest onveilige plek helaas in de Bijlmer is, uw auto wordt goed bewaakt, maar u niet. Is er niet de hele nacht vervoer? De tijden van de metro zijn niet aangepast aan de tijden van onze Amsterdammers wanneer wij van onze werk of plezier thuiskomen. De reële reistijd is niet reëel te noemen. En als laatste de extra autobewegingen die dit creëert. Want voor uw deur parkeren zorgt toch minder autobewegingen dan dat u naar de Bijlmer gaat rijden. Nou, wij hebben wethouder Bakker uitgedaagd om met ons om 12 uur 's nachts of 10 uur 's nachts mee te gaan naar de Bijlmermeer. En we willen zien of hij niet op dat moment een potloodventer, hele grote enge mannen tegenkomt. En wat al niet meer. Wie weet wordt hij wel beroofd of zo. Dat kan ons, dat kan u allemaal gebeuren. We laten u volgende week weten hoe dit afgelopen is. Onderwijl, wat kunt u zelf doen? Als u het niet eens bent, of u bent het niet eens voor die 2000 burgers, of u bent een van die 2000 burgers, pakt u de telefoon, belt u het stadhuis en vraagt u daar vooral wat de nummers zijn van de raadsleden die dit goed gaan keuren. De raadsleden van verkeer, de raadsleden van de binnenstad. Belt u ze op en vertelt u hen wat het voor u betekent als dit gebeurt. Ik dank u en wens u heel veel succes opdat de gemeente Amsterdam wakker wordt en zijn burgers niet in de kou laat staan.